Hallo iedereen en welkom in een nieuwe video. Waarin ik eens wil gaan kijken wat dat er precies allemaal gaande is. Sinds maandag is de laatste video dat ik gemaakt heb, als ik me goed herinner. We zijn nu vrijdag, 29 maart. En ik moet zeggen, er zijn heel wat speciale dingen gebeurd. Die ik niet alleen zelf heb ervaren, maar Gino en Sarah, zoals jij weet, waar ik mee samenwerk, zij hebben wat gelijkaardige informatie of ervaring eigenlijk meegemaakt. En dat maakte dat ik wat benieuwd was over dat ding. En zie ik split het deck op de Star Card en de 10 van Bekers. Dus hetgeen dat we ervaren hebben, is er omdat we meer en meer onze talenten gaan ontwaken en kunnen gaan gebruiken, gaan moeten gebruiken. Zoals ik al geschreven heb in een post vandaag, dan gaat het niet meer allemaal op de oude manieren kunnen. En zoals ik al in een eerdere video heb gezegd, de drievoudige vlam, zoals ik daar ook bijvoorbeeld één voorbeeld, dat is één manier om te uiten, kan zien, die wordt bij het grotere collectief geactiveerd. Dus degene die ingetekend hebben om het programma om wakker te worden. En bij degene die al wakker zijn, daar gaan ze een verdere upload krijgen. Dus ik ga eens zien wat ik ook opgeschreven had. Wacht hoor. Dus ja, los van het feit dat wij met ons drie natuurlijk nog voorbereid worden en een aantal activaties, downloads, ik noem het liefst eigenlijk voorbereiding gekregen voor ons werk dat we in Portugal gaan doen, is er dus ook die verschuiving in die tijdslijn. Waarin dat we niet alleen voorbereid worden op april, want april is eigenlijk een belangrijke maand. Het is dat ik anders eigenlijk ook al kort gewoon wil meegeven. Dus 8 april is de nieuwe maan in de ram met die zonne-eclips. Dus daar gaat heel veel dingen gebeuren. Dus ik wil zeggen, wees gewoon heel bewust. Het is niet de bedoeling dat, dat we bang worden of dat we gaan doemdenken en zo. Maar weet wel en beseft wel dat de tijd waarin dat we aan het spelen waren, dat die voorbij is. Dus dat we in die hogere versie van onszelf moeten stappen. Als we als collectief echt willen gaan verhogen in energie zijn we eigenlijk al heel veel mensen al verhoogd, maar het gaat voornamelijk over de aarde die ook verder verhoogt. En je merkt, het is soms nog moeilijk voor mij, omdat mijn mind, wanneer ik nieuwe downloads krijg, is mijn mind precies mistig. Omdat op dat moment er niet veel energie of geen ruimte meer is voor andere zaken. En dat maakt, wanneer ik dan op die momenten probeer informatie te channelen, dat er niet altijd heel vlot uitkomt. Dus dat gezegd zijn. Maar dus in april hebben we sowieso rond 1 april, daarin zitten we al naar de Mercurius retrograde gaan, die eigenlijk vooral hier in onze regio vanaf 2 april van start gaat. Maar er is ook een belangrijke conjunctie met Chiron. Chiron is de planeet van de gewone healer, zoals we zeggen. Dus eigenlijk je wonder, je schaduwen. Dan hebben we op 8 april de donkere maan in ram met de zonsverduistering, waar dat de focus echt op jezelf ligt. Waar zijn de dingen dat je dus tussen 1 april en 8 april die naar boven gekomen zijn? Ik heb gezegd ook dat dan meer ook gaat gericht zijn in de mannelijke energie. Dus met andere woorden, er gaan dingen gebeuren in jouw fysieke realiteit, waardoor je gaat gepusht worden of ja, verplicht worden om te gaan kijken van, ah, oké, dat is hetgeen waar ik nu tegenaan loop. Dat is op zaken dat mijn realiteit mij spiegelt. En wat wil dat mij zeggen over mijn innerlijke.
En dan 20 april is een hele belangrijke, want dan komt Jupiter in een conjunctie met Uranus in het teken van stier. Stier is een aardeteken, is een heel stug, vast teken die houdt van stabiliteit en zekerheid. En lekker eten, zeg ik ook. Maar dus, Jupiter is de planeet van expansie en groei en Uranus zorgt eigenlijk voor verrassingen. En die verrassingen kunnen de positieve kant op gaan, maar die kunnen ook de negatieve kant op gaan. Dus dat is ook dat weer die dualiteit. En dus helpt ons om ook buiten de box te gaan denken, om dingen op een andere manier te gaan doen. Dat betekent dus ook dat tussen dan 4 april en een uiteinde naar 8 mei, dat we eigenlijk een verhoogde kans hebben om te gaan manifesteren. Dus ook daarmee is het ook super belangrijk om heel bewust om te gaan met de dingen dat we denken, of de stappen dat we al dan niet nemen. En dan op 23 april hebben we de volle maan in Schorpioen. De Schorpioen is ook het tweede teken. Dus het, zoals ik eerder al in de vorige video uitgelegd heb, het omgekeerde teken of het andere teken eigenlijk van de planeet Mars, waar het Ram dan het ene teken is, als je ze allebei samen zou zetten. En dus dat betekent dat we daar ook met dingen gaan afronden. Dus eigenlijk de maand april door de Mercurius retrograde, die zorgt voor de herevaluatie, herdingen, herbekeken, gaan we gevraagd worden om helder te worden wat het is dat we eigenlijk naar heen willen gaan. Want waarom? Wat maakt? Dus op 24 april dan gaat Mercurius weer direct, hè, dus is de retrograde over, dus dan gaan we in die schaduwfase maar. Hè. Maar is er ook een conjunctie met de noordnode. En zoals je weet, dat ik al in vorige video's uitgelegd heb, is de noordnode verbonden met jouw missie, met jouw les dat je wenst te leren, wat je als ziel hier wenst te ervaren. En als je tweelingplan bent, is je tweelingplanpad daar ook een onderdeel van. Dus dan is het eigenlijk bedoeld dat je gaat kijken van oké, waar ben ik bedoeld te gaan? Wat is mijn lotsbestemming hier? Wat is hetgeen wat mijn ziel gekozen heeft om te gaan doen? En wat is mijn kleine onderdeeltje in het grotere geheel? Dus dat wat gezegd zijn, gaan we zien welke informatie dat er nog wenst door te komen. En dan gaan we dan voor eerst de, hoe heet het, de Sirius Tarot. Dan krijgen we de 3 van Orbs. En dat voelt echt zoals, zoals ik ook gezegd heb. Ik ga het eerst tonen. Dus je ziet daarin ook die tijdslijnbreuk tussen het vorige, dus het schaduw en het lichtere. En dat is hetgeen wat ik eigenlijk ook echt de laatste week, of deze week eigenlijk, wat heb ervaren. Waar dat je vroeger eigenlijk alleen maar dit kon zien, is nu eigenlijk echt die bliksemschicht gebeurd als een soort van tijdslijnbreuk, als ik het zo zou kunnen noemen. Want het brengt ons allemaal dichter bij die eenheid en onszelf, de 4 van Flames. Misschien, dat is een grote kaart, dat is niet altijd gemakkelijk om die te delen. Dat zijn er te veel. Wat is je nou nog moeten weten? Oké. En de 9 van Kristallen. De 9 van Kristallen, dat gaat over... die onafhankelijkheid. Je ziet dat er ook die vooral de vrouwelijke energie is die het doet. En je ziet hier ook dan de uil, die ook verbonden is met die wijsheid. Dus waarin dat we ook zien dat het vooral ook die verschuiving gevoeld gaat zijn in de vrouwelijke energie. En dat bedoel ik daarmee, de vrouwelijke energie in jezelf, dus die intuïtie. Waarin dat we verplicht geweest zijn, en dat is hetgeen dat ik ook heel hard voelde. Daarom zijn er ook geen video's gekomen deze week. Omdat we geduwd werden om naar binnen te gaan, om ruimte te maken zodanig dat die splitsing, die verschuiving in die tijdslijn er eigenlijk wel kan zijn. Wat moeten we nog meer weten? Er zijn ook upgrades geweest in de onderste chakras. En in de keelchakra. En afhankelijk van waar je zit in jouw eigen proces, ga je dat gemerkt hebben, ga je dat gevoeld hebben. Het beeld dat ik kreeg is dat eigenlijk een soort van samenkomen is van de mannelijke en de vrouwelijke energie. Omdat de mannelijke energie eerder van onderuit de chakras aan de groei begint en de vrouwelijke energie van bovenaf. En dan ontmoeten ze elkaar in de hartchakra.
Wat zien we? Dat we eigenlijk ook gevraagd worden en dat we meer en meer ook die gedachten, dus met de negen van, voilà, anders heb ik wellicht minder. De negen van orbs, dus dat is het mentale, dat we extra uitgedaagd zijn ook deze week om niet in onze in ons doemdenken te gaan, maar heel bewust te zijn van de gedachten die er zijn. Omdat dat uiteindelijk ons aan die negen van bekers brengt. Die diepe vervulling. En de vervulling eigenlijk ziet ook als dit de bron is, de centrale zon is. En dat doet mij denken ook aan de solar flares die gaan komen. Want uiteindelijk lijkt het er een beetje op. Dus de zon en dan de stralen. En dan kan je door de zonneflares of de zonne-energie kan je gevoed worden. Maar het teveel kan er ook voor zorgen als je lichaam daar niet klaar voor is. En je hebt heel lang in die schaduw en die donkerte geleefd. Dat inderdaad als een bliksemschicht gaat voelen en dat je ofwel gaat meegaan in die nieuwe fase, in die hogere fase, of dat je inderdaad zoiets gaat hebben van je ziel van ja, het is genoeg geweest. Ik ga eventjes mijn trui opnemen, want ik heb het vreselijk warm. Dat gebeurt als ik begin te channelen, dan heb ik het veel te warm. Oké, wacht hè. Dan hebben we hier deze kaarten. Om te zien wat er nog meer is dat eruit gezegd wordt. En we krijgen hoe heet het? Het infinity teken, wat hier in dit deck is eigenlijk een extra kaart. Waar dat gaat over het nieuwe universum, zou ik zeggen. Maar dat was eigenlijk het woord waarom dat de kaart noemt. Maar dat is hetgeen wat ik hoor. Het nieuwe universum. Ah ja, oké, ik mag ze uitgaan. Dus dat is hetgeen waar we naartoe werken. En eigenlijk is dat wel een mooie kaart om uit te leggen hoe dat werkt. Want je ziet ook die verschillende ionen, de verschillende atomen, die samenwerken. En die draaien rond één kern. En eigenlijk zie ik dit als de diamantenkern, onze ziel, van zodra dat die afgesplitst is vanuit de bron. Waardoor dat we uiteindelijk zelf het universum worden. Dus hoe meer je die hogere energie, dat eenheidsbewustzijn in jezelf gaat gaan leren integreren, hoe meer je gaat merken dat je zelf het universum wordt. En dat eigenlijk dat jij geen onderdeel meer lijkt te zijn van het universum, maar dat het universum een onderdeel is van jou. En wanneer je dat beseft, dan ga je voelen en ervaren dat je inderdaad in dat hogere bewustzijn zit en die verschuiving hebt gemaakt. Wat krijgen we nog? De page van wanten. En we zien hier ook weer die tweedeling. Dus die mannelijke en die vrouwelijke die eerst in eenheid moeten komen. Voordat hier dat we in staat zijn, de maan omgekeerd. Dus het onbewuste. En dat heeft te maken dus door de volle maan die er geweest is. Want ja, eigenlijk moet ik het zo tonen, want het was omgekeerd. Die er geweest is, dat geeft het startpunt gemaakt, gemarkeerd was het woord dat ik zocht, om uiteindelijk tot die hele nieuwe verandering en die evolutie te komen. En dat is hetgeen wat ik ook dat is eigenlijk de 10 van munten, maar dat is ook het gevoel vooral dat ik bij deze kaart krijg, of dat ik moet channelen, is dat alles draait rond dat centrum. Kijk, als je het zo ziet, en eigenlijk hetgeen wat mij nu opvalt, kijk, de maan. Is ook zo een bol, een cirkel, zie. Dus we zijn eigenlijk allemaal planeten. En ook al zijn wij een onderdeel van planeet Aarde en leven wij daar als een wezen van planeet Aarde, of je zou bijna zeggen een cel van de planeet Aarde, een heel klein, mini-ini-dingske van het ganse universum, toch tegelijkertijd zijn we ook de maan en het volledige universum. En hoe meer je dat gaat gaan begrijpen, dus naarmate dat je dan ook die eenheid in jezelf gaat gaan creëren, hoe meer dat zich dat ook gaat tonen in de fysieke wereld. Vandaar de 10 van munten, maar je legt dus omgekeerd, omdat we niet alleen moeten focussen op de munten, dus eigenlijk niet moeten focussen op het fysieke. Ja, en daarom krijg je ook de king van munten, dus de king van de koning, dus de mannelijke energie, de meester en de mannelijke energie van het element aarde. Dus elk element, wanneer dat je een emperor bent, of wanneer dat je een hoogpriesteres bent, of wanneer dat je een meester bent in dat hogere bewustzijn,
dan ben je eigenlijk meester over alle elementen. Dus niet alleen aarde, niet alleen je fysieke realiteit, niet alleen je lichaam, maar dat is ook aarde, maar eigenlijk over alle elementen. Water, lucht, je ziel, hè, waar dat etherisch is, wat eigenlijk meestal niet gezien wordt als de dingen, en natuurlijk je vuur, passie. En dan zien we ook aan de onderkant de hoge priesteres. Oké, ik ga nog twee kaarten voor dit. Dan hebben we de zes van munten. Dus gelijk, we moeten leren gelijk geven en nemen. En geven en nemen gaat niet altijd over materie. Het gaat altijd over energie. Dus het gaat niet over van, ik geef jou een brood en in ruil daarvoor krijg ik 3 euro. Daar gaat het niet over. Het gaat over de energie die je geeft. De energie naar waar je naartoe stuurt. De energie... dat je ontvangt via bijvoorbeeld, als jij kijkt naar deze video's, de energie die ik ontvang, dat is door de kijkcijfers, door de views, door de likes, door de comments, door degenen die abonneren. Hetgeen wat ik geef is de informatie, zodanig dat je inzichten krijgt, dat je vanuit die inzichten ook meer in je kracht kan staan, dat je zelf kan gaan healen, dat je zelf verantwoordelijkheid kan nemen voor jouw eigen proces. Wordt getrokken naar de kaarten die ik altijd gebruik om te zien van wat zijn de schaduwen dat we nu eigenlijk een stuk nog tegenaan lopen. Ik zou zeggen, ik besef dat deze video niet voor iedereen zal zijn. Dus haal de dingen eruit die voor jou nu logisch klinken, dat je nu kan begrijpen. En word je geleid op een later tijdstip om terug te kijken. Bijvoorbeeld rond september, oktober, waarin dan we opnieuw een dergelijke cyclus hebben. Dan kan het zijn dat je bijvoorbeeld de informatie die ik nu geef op een heel ander niveau zal begrijpen. Wat hebben we? Battle, good versus evil, maar omgekeerd. Ja. Dat is hetgeen waar we nu heel hard over gaan. Je kan geen licht zonder donker hebben. Je kan geen mannelijke zonder vrouwelijke energie. Je kan geen boven zonder onder. Je kan geen binnen zonder buiten. Je kan geen koud zonder warmte. Je kan... Alles, maar dan ook alles, elke emotie, elke gedachte, heeft een tegenovergestelde. Vanmorgen, ook weer niet toevallig, ging het in de auto met mijn kinderen ook over wat is dualiteit. En toen zei ik van, ja, dat zijn eigenlijk ook twee magneten van dezelfde pool. Dan zeg ik opnieuw, dualiteit, dat gaat over wanneer je tweezelfde eigenschappen hebt, twee stukken hebt van dezelfde pool. Dus wat dat wil zeggen, als je met iets geconfronteerd wordt, bijvoorbeeld ziekte, dan is gezondheid de andere pool. Maar daartussen zijn er ook nog heel veel varianten. En dus de clue is, de les is, wat we hier te leren hebben, wanneer je van het hogere bewustzijn, vanuit een eenheid bewustzijn je leven vormgeeft, is dat je beide polen ziet. Je ziet waar dat ziekte een doel heeft, waarin dat ziekte niet... per se negatief is. Maar je ziet ook waar dat gezondheid niet per se altijd negatief of zelfs niet per se altijd positief is. Je ziet beide aspecten van één facet, van één ding. En door het feit dat je van een hoger af bekijkt, ga je jezelf niet meer laten meeslepen daarin. En dat is een van de belangrijkste kenmerken dat je als een meester hebt, is dat je de verschillende elementen in je leven ziet, maar de keuzes die je maakt, de manier waarop je reageert, laat je niet meer beïnvloeden door die verschillende elementen en die dualiteit. Wat je gaat gaan zien van bovenaf, je gaat het gaan zien vanuit die eenheid. En wat is er nog? Yes. En dan krijgen we de Emperor met Order Ram staat. Dus dat is echt dit seizoen ook. Met logische stabiliteit en plannen. En toen mij ook denken, die rode kleur, enerzijds aan een komeet, geen kosmeet, komeet, maar tegelijkertijd toen mij ook denken aan de donkerte van de baarmoeder, en waarin het moment waarin dat een bevruchte eicel zich eigenlijk gaat gaan nestelen in de baarmoederwand. En dat is hetgeen wat we nu ook een stuk eigenlijk aan het doen zijn. We hebben al heel veel lessen geleerd, we hebben al heel veel dingen gedaan, maar we moeten leren krachtiger worden. En dat is hetgeen wat ik ook opgeschreven had voor 2024, want het staat op mijn kalender zelfs.
hogere, nieuwere energie, stabiliseren en vaste structuren. Dat is geen dat wat thema van 2024. Het maakt niet uit of je lichtwerker bent of een tweelingbrein of wat dan ook. Het gaat erover dat die hogere energie en een vaste structuur gaat gaan gronden, gaat gaan stabiliseren. Maar wat is de eerste structuur die energie tegenkomt wanneer dat hier op aarde toekomt? Dat ben jij, jouw lichaam. Dus jij bent de eerste vaste structuur die moet gaan gestabiliseerd worden, vooraleer dat we dan op ruimer, op een groter vlak, onderwijs, werk, overheid, wat dan ook, al die andere structuren gaan depolariseren, gaan ombouwen, gaan veranderen. Let me show you. Oké. Ik was aan het kijken welke kaarten ik mocht gebruiken. Opening to discovery en sacred reverence. Dus we zijn op een heilige missie. En het is belangrijk dat je open bent om, zoals het onschuld van een kind. Vandaag was het rapportafhaling. En wij moesten nog eventjes wachten totdat de leerkracht er was. En er was er een ander kindje. Ik denk, mijn moeite, 2 jaar. En toen zei mijn dochter van, oh, ik vond dat al zo schattig hoe dat hij zo kijkt. En toen dacht ik van, ja, oké. Het ging erover dat kind ons aan het aanstaren was. En tegelijkertijd besefte ik ook hoe dat kind nog niet zodanig geconditioneerd was. In de zin van, je staart niet naar mensen. Je kijkt weg of je bemoeit je met je eigen zaken. En dat is net het mooie eraan. Dat al die kleine dingen jou ook tonen waar dat je bijvoorbeeld, en nu in dit verhaal, waar dat mijn dochter zich door een 2-jarige oncomfortabel voelde, omdat die zich ja, constant naar haar of naar ons aan het kijken was, terwijl dat kind eigenlijk niks bedoelde. Maar daardoor kreeg mijn dochter ook de kans om zich daar bewust over te zijn. Gaan voelen van hoe voelt dat in mijn lichaam. En wat maakt dat ik het gevoel heb dat ik mij hier moet gaan aanpassen. Of dat ik niet wil dat kind gaan wenen als ik terugsta. Of iets wat dan ook. Dus zie hoe snel dat we geconditioneerd zijn over allerlei dingen. En hoe dat we onbewust verwachtingen en voorwaarden gaan oppikken. En er zijn heel veel dingen waarin dat we krijgen de land in between. Ja, dat is exact waar dat we nu staan. We staan in die overgangsfase. En nog niet iedereen gaat hier op het eiland zijn bezig met naar de andere kant aan het stappen. Op die kant, maakt mij niet uit. Het gaat over de boodschap natuurlijk. En nog niet iedereen gaat meegaan naar die andere kant. Ook iets wat mijn dochter deze week zei van, ik heb gevraagd aan mijn team dat alle mensen die niet goed voor mij zijn, dat ze er gaan voor zorgen dat die niet meer in mijn leven zijn. En dat is uiteindelijk ook hoe dat werkt. Maar het is aan ons om die intentie te zetten. Het is aan ons om toestemming te geven aan ons team. Om dat ze ons mogen helpen en informatie geven. En dingen voor ons oplossen dat we niet per se alles zelf moeten doen. Waarom zouden we dat doen? En wat krijgen we dan nog? Een powerful move. En dit doet mij altijd denken, wacht even, dan kun je het zo goed zien. Hier staat er ook een pion en hier ook. En doet mij denken aan het samenwerken tussen mannelijke en die vrouwelijke energie. Waarin dat eigenlijk de sleutel is tot een overwinning is, wat ik hoor. Maar vooral een overwinning in onszelf, een overwinning van het licht op het donkere. Niet omdat het donkere slecht is, maar omdat het donkere niet altijd ons leidt waar dat we willen zijn. En dan zien we ook Waking the Lion. En toen we denken ook heel hard aan de mannelijke energie. En ook de Strength Card, waarin dat Union eigenlijk symbool staat. Maar waarin dat de mannelijke energie meer en meer in zijn kracht gaat van stappen. En hier ook 19. Dus samen is dat 10. Dus dat is tegelijkertijd een einde en weer een begin. Wat krijgen we dan nog? Bearing Fruit. En een Merry Motive. Maar die lag ondersteboven, maar ik heb niet het gevoel dat een extra boodschap is. Dus. En een merry motive. Dus wat gaan we zien? Hetgeen waar dat gebeurd is dat we eigenlijk, zoals ik in de vorige video gezegd heb, we gaan door een soort van geboortetunnel gaan.
En wanneer dat je mannelijke en vrouwelijke energie samengesmolten zijn en die zijn dat ze die eenheid hebben gecreëerd, en toen we denken aan een visualisatie, dat ik ontvangen heb, ook in deze week, in mijn connectie met mijn twin, dan daar gebeurde eigenlijk exact hetzelfde, dat onze energieën samensmelten, dan om zich heen, of met elkaar, ja, ik kan moeilijk doen met mijn armen, maar dus die spiraalvormige beweging maakte, totdat die uiteindelijk tot één bol samenkwam. Herinner je nog die bol dat ik daarnet ook getoond heb? En waar is die idee? In deze kaart, hè? Tot een bol. En dan waarin dat al de rest van het universum als elementen om ons heen aan het circuleren waren. En waarbij dat op het einde van de visualisatie dan die bol eigenlijk als een soort van kopie in ons beide harten, hartchakra natuurlijk, hoe zeg je dat? Vastgemaakt is of opgeslagen werd. Omdat we vanuit die eenheid in onze connectie ook verder ons eigen individualiteit verder kunnen gaan aangeven. Maar niet meer vanuit een scheiding waar we het vroeger nog veel meer die individuele energieën, of die individuele polariteit zou ik eigenlijk moeten noemen, veel meer voelbaar was. Waar we nu die eenheid hebben in volledig in energie, in 5D, in 3D, in welke D je ook maar wilt. En dat is hetgeen wat ik ook heel hard voel met deze kaart, dat dat de sleutel is om uiteindelijk verder te komen, om die mannelijke energie ook die kracht te geven om naar buiten te stappen, om die veranderingen teweeg te brengen. En dat gaat sowieso, en dat is de kaart Bearing Fruit, dat gaat sowieso een goed zijn voor... Dat is ook iets wat ik eigenlijk over laatst gechanneld heb. Dat de manier waarop dat wij onze connectie vormgeven en hoe dat wij in het leven staan, niet alleen voedend is voor onze connectie en dus voor onszelf, maar ook voor de wereld. En dat is eigenlijk hetgeen waar dat ook dit alles over gaat. Of dat nu gaat over jou en jouw tweelingvlamconnectie, maar vooral ook jouw eigen groei, jouw eigen ascensieproces, is dat dat niet alleen vruchtbaar is en vruchtbare... omstandigheden zal creëren voor jezelf en voor je eigen leven, maar ook gewoon voor het ruimere geheel. En daarom kreeg ik ook die Mary Motive, omdat dat de drijfveer zou moeten zijn, zodanig dat we overal die lichtjes, en dat zijn hier zo allemaal kleine sterretjes die precies aan de wasdraad hangen, maar dus één ster of één licht die weer gaat stralen, kan heel veel andere lichten weer aansteken. Oeps. Ik was hier al de kaarten helemaal aan het uitspreiden. Wat hebben we nog? Dat is al lang geleden dat ik deze gebruik heb. Dus je weet, volgende week wordt een belangrijke week, maar 1 april, 2 april, Mercurius uit te vallen. En exact op die dag reis ik af naar Portugal samen met Chino en Sarah. Om daar het een en het ander te doen, want dan donderdag zijn we 4-4-8. Dus, of als je het zo wil zeggen, 4-4-8, ja, ik zeg het juist, 4-4-4 en dan 6, maar ja, dat klopt niet meer. Dan denken we het een beetje te veel na. Maar dus, donderdag is ook een belangrijke dag. Ik weet niet waarom, nog niet waarom. Ik weet wel dat we dan zeker die belangrijke transmissie moeten doen die ik ondertussen heb doorgekregen. Dan gaan we ook de namen trekken. Ik ga die job aan Gino geven en dat zal ik wel filmen. dus Gino, als je kijkt, je hebt al een hele belangrijke taak in Portugal. Allee, nog één. en dat gaan we dan, ga ik dan ook posten, de 4e of de 5e. Het gaat ervan af hoe dat internet daar zit. Oké, wat krijgen we nog? Channel your knowledge. En dat doet me denken aan deze hier, kijk. De ogen, zie? De ogen. Dus ook daarin... is belangrijk, en dat is ook een 8-kaart. Dus dat doet mij denken ook aan die volgende week donderdag, dat net iets over zei. Het gaat erover dat we deze periode, en ik heb gezegd, volgende week is het belangrijker. Dus deze week was vooral de vrouwelijke energie, volgende week is er voelde de mannelijke energie. En dat is ook weer een bevestiging van, er gaat heel veel dingen gebeuren in die mannelijke energie, waardoor dat hij
En staat dus om ook die verbinding te maken met dat hogere. Met die leeuwenergie, met die zonenergie. Waardoor dat illuminate the shadow, focus on a solution. Waarin, en dat is 21, dat is een 3 kaart, dat is een getal van manifestatie. Dus waarin dat de mannelijke energie ook gaat weten en ondertussen gaat begrijpen van ah, maar ja, mijn vrouwelijke energie heeft, of mijn DF, heeft al heel lang niet meer het leven vormgegeven en aangevlogen vanuit de manier waarop dat ik doe. Misschien moet ik het ook eens op een andere manier gaan doen. En dus gaat hij ook vanuit die verbinding met zijn hogere zelf, vanuit de verbinding met zijn eigen vrouwelijke energie en zichzelf wanneer hij het bekijkt in de connectie, daar keuzes, stappen gaan nemen. En dat zorgt ervoor dat er op collectief vlak, en daarom is 8 april volgens mij een belangrijke datum, omdat uiteindelijk 8 en 4 is 12. En 12 is één van de cijfers, samen met 3, 7 en 12 dus, die de bouwstenen vormen van het universum. Denk maar aan de 12 chakras, de 12 belangrijkste hoofdchakras. Denk maar aan de 12 apostelen. En er zijn nog ontzettend veel andere dingen die ik allemaal ook uitleg in de cursus met de vlammen en de cursus van rond manifesteren. Maar dus 12 is een belangrijk getal. En dus dat gaan we zien dan, misschien niet onmiddellijk op de 8e, maar dus op de 8e wat belangrijk is om te focussen op jezelf, om dan binnen te gaan, om downloads te ontvangen of wat dan ook, net zoals ik deze week ook alweer gedaan heb. Maar dus om echt te luisteren naar je lichaam. Maar je lichaam zegt van oké, ik ben moe, ik kan dit niet aan, ik kan blablabla, maakt niet uit. Neem die rust alsjeblieft. Want het gaat ervoor zorgen dat je makkelijker doorheen die transit gaat en dat je eigenlijk een bepaalde fase in je de dark night of the soul gaat afronden. En bij sommigen gaat het ook volledig de laatste fase zijn. Dus we gaan ze dan niet nog een keer opnieuw weer in die donkere nacht gaan. En er staat erbij, life brings new meaning. Als dat niet mooi gezegd is. Ik zie dat we al meer dan een half uur bezig zijn. Ik kan nog uren doorgaan. maar dat gaan we niet doen. Ik ga zorgvuldig met mijn energie omgaan. Zodanig dat ik mezelf niet weer onmiddellijk ga gaan uitputten. Want zo ben ik wel. Alles of niets. Ja, wat zijn de energieën van de universele vlammen waar we mee kunnen samenwerken om deze transitie gemakkelijk en moeiteloos te laten passeren? Voor degenen die mijn post nog niet gezien hebben, dat ik vandaag gemaakt heb, dus wanneer dat je het programma Spiritueel Ondernemer start voor eind van deze maand, dus voor 31 maart, dan krijg je daar ook gratis 7-op-7 WhatsApp-begeleiding voor gedurende de komende 3 maanden, wat dat eigenlijk een waarde heeft van meer dan 2000 euro. Maar dat vraagt natuurlijk dat je nog voor eind zondagavond, dus voordat de klok middernacht slaat en 1 april worden, dat je ervoor zorgt dat jouw inschrijving in orde is. Of dat je met de mensen iets laat weten. Wat hebben we? We hebben eigenlijk heel veel kaarten gekregen. Ik heb 1, 2, 3, 4, 5 kaarten gekregen. En de eerste is zatkeel met gratitude, met dankbaarheid. En deze kleur. De andere is aartsengel Sandalfon met liefde. Je ziet ook daar weer die verwijzing naar het Christusbewustzijn, doordat ze hier een afbeelding van Jezus gemaakt hebben. En ook die verwijzing naar dat hartchakra. Aartsengel Raziel met retreat. Dus, zoals ik daarnet ook gezegd heb, ga naar binnen. Neem de tijd, neem de ruimte. Je moet ook bewust die ruimte creëren om informatie te kunnen ontvangen. Als je altijd constant maar bezig bent en afgeleid wordt door video's of door Netflix of door boeklezen of gewoon door ook actief bezig zijn of door je kinderen of wat dan ook, dan heb je niet de ruimte om die downloads te ontvangen en zeker niet om de downloads te ontcijferen of om te vertalen in woorden. Aartsengel Jophiel met liberation of vrijheid, dat is ook een heel belangrijke. En aartsengel Gabriel met grace. Dus, wat hebben we? Dankbaarheid, liefde, retreat, dus naar binnen, liberation, bevrediging en grace, genade. Voilà. Ik ga nog één boodschap of advies meegeven van mijn eigen deck. Dat is de universele vlammen deck deel 2, met de gele achterkant. Ik heb ook nummertje 1 en dat is met de witte achterkant. Klein detail. Anders kan ik ze niet uit elkaar houden. We hebben hier
Al merk ik een heleboel boodschappen die ondersteboven draaien. Wat kregen we? Vertrouw het plan. Oh ja, jullie kunnen niet meer lezen, maar ik zal het voor jullie lezen. Vertrouw het plan van het universum. Wat je geeft, zal je ontvangen. Niets is persoonlijk. Neem niets persoonlijk. Wat zei ik? Niets is persoonlijk? Dat is ook een belangrijke. Niets is persoonlijk. Neem niets persoonlijk. Ja, het is hier donker aan het worden, dus ik ben niet slim geweest, ik had mijn licht moeten aan doen. Wat doen de leerlingen? Wat krijgen we nog van de universele belang? Kies voor liefde als jouw leraar. Ja, aan de andere kant van de dualiteit staat angst natuurlijk. En als laatste, zuiver verder alle ballast uit. En dat is hetgeen dat we inderdaad hier te doen hebben. Ons verder zelf uitzuiveren, de gedachten, de emoties, uiteindelijk jouw volledige energie, zodat we tot die eenheid kunnen komen en dat we allemaal ons leven kunnen vormen vanuit dat ene bewustzijn en dus eigenlijk onvoorwaardelijk liefde kunnen delen en geven op een gelijkwaardige basis. Voilà, dat was voor nu. Dus als je wilt, als je aan het twijfelen was, of je wilt je eigen onderneming vormgeven of wat dan ook, of je hebt al een onderneming, maar het stroomt niet volledig, of je voelt dat niet helemaal in afstemming is met je ziel, dan nodig ik je heel van harte uit in het spirituele ondernemersprogramma. Gino en Sarah hebben dat ook gevolgd en gebruiken het tot op de dag vandaag nog altijd om een bedrijf vorm te geven in afstemming met zichzelf. Ik ook natuurlijk. Er staan heel wat transities in, specifiek gechanneld voor spirituele ondernemers, voor lichtwerkers, voor meestermanifestators. En er is ook een techniek waarin dat ik jou leer om te werken met de bol van Archibald. Je ziet daar mijn bol liggen. En heel kort gezegd, dat is eigenlijk een hele fysieke tool om tastbaar te hebben om met de vlammen samen te werken. Ik ga dat hier natuurlijk niet uitleggen, want dan ben ik weer uren bezig. Maar dus dat en nog zoveel meer is in het spiritueel ondernemersprogramma beschikbaar. Plus je krijgt ook toegang tot het vlammenprogramma. Omdat, net door het feit dat ik heel veel met de vlammen werk in het ondernemersprogramma, is het belangrijk dat je de basis van de vlammen mee hebt natuurlijk. En vandaar heb ik die ook samengevoegd, heb de prijs aangepast. En vroeger was dat natuurlijk een jaarprogramma, omdat ik ook daar dan 1-op-1 sessies bij deed. Maar dus dat is allemaal veranderd, zodat mensen het gewoon op hun eigen tempo kunnen gaan volgen. En zoals je weet doe ik ook geen 1-op-1 sessies meer, alleen nog die WhatsApp-ondersteuning voor de mensen die er klaar voor zijn. Voilà, dat was het voor nu. Ik zal niet beloven dat ik dit weekend online kom of nog een video maak. We laten het over aan het universum. En dan wens ik jou alvast een hele fantastische weekend en vrijdagavond toe. Dag!